Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 27 maart. De afgelopen avond, gisteravond moet ik eigenlijk zeggen, is er een koufront doorgetrokken met behoorlijke buienactiviteit. Daarbij kwam ook onweer en hagel voor. Nou, vandaag zitten we aan de achterkant van het front, want dat is inmiddels al naar Duitsland weggetrokken. Maar het wordt er niet mooier op. Er vallen vandaag geregeld een aantal buien, maar daartussendoor ook de zon. En het is behoorlijk fris. Er staat een stevige wind uit het westen en de maximumtemperatuur reikt niet verder dan 8 tot 10 graden. En dat is echt wel even wennen. Zondag, dan hebben we een ander weerbeeld. Dan is er geregeld zon, het blijft droog en de temperatuur komt dan op 12 graden uit. De wind die waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Vanaf maandag zien we werkelijk voorjaarsweer op ons afkomen. Het is vrij zonnig de dagen daarna. De temperatuur die stijgt rap tussen de 16 en 19 graden. En het is gewoon heerlijk voorjaarsweer om erop uit te trekken. Dit was het weekendweerbericht van dit weekeinde.